Hoi, ik ben Davine Blauwhof van de Nieuwmakers. De Nieuwmakers is een bedrijfje, we zijn begonnen in Delft, onderhand net verhuisd naar Ridderkerk. En wij maken eigenlijk producten van meubel tot compleet gebouw. Allemaal zo duurzaam mogelijk. Een van de producten die wij ontwikkelen is een duurzame gevel. En daarom staan we nu hier op de Green Village, om onderzoek te doen naar het verduurzamen van ons product. Wij hebben meegedaan aan de Provincie Zuid-Holland Challenge en daarbij hebben we de tweede prijs gewonnen. En daarmee kunnen wij nu ons onderzoek hier testen. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat titaniumdioxide onder invloed van UV-licht schadelijke stikstofoxides uit de lucht kan filteren. En dat willen wij graag hier op de gevel van het Nono House testen. Voor het onderzoek gebruiken we de drie gevelzijdes van het Nono House. Op iedere zijde hebben we een deel van de gevel gecoat met een coating van titaniumdioxide en een deel ongecoat gelaten, ter referentie. Om de werking van de titaniumdioxide coating te testen, gebruiken we Palmer's diffusiebuisjes. Dit is zo'n buisje. En in dit buisje zit bovenin een gaasje die met de schadelijke stikstofoxides kan reageren. En aan de hand daarvan kunnen wij achteraf testen hoeveel stikstofoxides gereageerd hebben en hoe goed de coating nou eigenlijk werkt. Deze Palmer's diffusiebuisjes hebben we op verschillende plekken op de gevel opgehangen. En deze hebben hier in totaal 4 weken gehangen, zodat we over die periode de hoeveelheid stikstofoxide in de lucht kunnen meten. We hebben op dit moment de resultaten nog niet binnen, maar we zijn heel blij dat we dit hebben mogen doen op de Green Village met het prachtige Nono House als proeftuin.